Maar waarom blijven die koeien niet gewoon staan, jongens? Kom op. Niet meer rennen. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik vloggen. Best wel raar, maar toch. De tandarts komt zo meteen naar Max, dus ik ga nu naar Staal. En hij is al een jaartje bij de tandarts geweest. Dus het wordt weer tijd om hem weer naar de tandarts te laten gaan. En we gaan kijken hoe hij dat doet. Want het is natuurlijk de eerste keer dat ik erbij ben dat hij naar de tandarts gaat. En ik heb vanochtend al een buitenrit gemaakt met Max om 7 uur 's ochtends of zo. Met Lisette, dierenarts. Dat was ook heel gezellig. En ik ga even kijken wat ik allemaal nog kan filmen vanavond. Het is trouwens vandaag dinsdag 10 juli. En ik ga gewoon over 6 dagen naar Curaçao. En ik ben echt vet zenuwachtig. Maar ik kan het helemaal niet meer geloven dat we weggaan en zo. En ik vind het zo raar. Want ik ga, daar kan ik natuurlijk wel iets over vertellen. Ik ga met Fleur. En Fleur hebben jullie al eerder gezien in de vlog. En Fleur zit dus bij mij in de klas en is ook echt een beste vriendin van mij. En we zitten dus in een soort van stagehuis, zeg maar. Dus met nog meer stagiaires en zo. Wat echt super leuk. Dus, en dan gaan we inderdaad werken in een dierenasiel. Dus dan bijvoorbeeld hokken schoonmaken, dieren vaccineren, dieren ontwormen. Dat soort klusjes moet je allemaal doen. Maar het lijkt me echt super leuk werk. En, ik verwacht er wel veel van. Ik heb trouwens ook nog zo'n paddleboard. Laat me een foto zien. En die neem ik ook mee. Dus het wordt heel vet. En ik ga allemaal mooie beelden maken met deze camera. En meer daarvan, dat zien jullie pas over 2 maanden. Als ik terugkom, want dan ga ik het pas editen. Dus dan moet je nog heel eventjes opwachten totdat ik terugkom. Maar als je nou meer dingen wil zien, volg mij dan even op Instagram. Op Murphje, zouden we even hier ergens onder zetten. En daar plaats ik echt bijna misschien elke dag wel foto's op over hoe het is in Curaçao. Dus ja, ik ben dus nu op Staal, maar nu is het nog even wachten op de tandarts. Die is over 10 minuten ongeveer. Maar ik dacht dus dat ik beter misschien de paar naar binnen kon doen. Want dan staat Max iets rustiger in de stal. Want hij kan niet zo goed alleen staan, zeg maar. Maar ik ga het proberen, maar ik weet niet of het lukt. Want ze staan nog allemaal lekker te grazen en zo. Oké, we doen de wei even open. Het waait heel hard. Doe maar. Nou, dat gaat alweer naar binnen. Oh nee, niet omdraaien. Hallo, hop hop. Eten. Kom. Kom maar. Kom maar. Doe maar, Max. Kom. Gerrit en Oscar. Kom. Gerrit, kom op. Loop. Kom op. Wee. Hallo, je zit in de verkeerde stal, vullen. Gerrit, jij ook. Zo. Nou kun jij erin. Zo. Hey. Doei, Saroy. Ik had Max en Bukas Bus of Rain. Het regende de hele dag. Kijk hoe vies die ook is. Oh mijn god. Oh, echt, die wil ik ook. Waar heb je die gekocht? De Hema. De Hema? Oh, het is trouwens wel zielig. Kijk, Max wordt opgehangen. Nee, kijk. Max is nou... die gaat zo daar aan het touwtje. En dan gaan we even zijn tandjes nakijken. Aan het touwtje, hè, Max? That sad moment. Where you don't have any food. That's sad, Robin. My hay. Why can I have my hay? No. Don't you dare. De Max is klaar. Hallo, liefie. En hij mag even niet eten. En hij is nog een beetje duffy. Maar dan gaan we even lekker uitmesten en zo. Hij kijkt ook echt zo. Even later. Wij zijn weer op stal. Ik heb eventjes gegeten en Lotte ook. En wij gaan zo meteen in het bos een sketch opnemen over wat je kan doen als je niet kan rijden. En dat is een heel leuk sketch. Dus zeker even kijken. Die komt, deze is woensdag en dan komt deze volgende week zaterdag online. Als we terugkomen gaan we ook nog even naar Suzanne. En Suzanne die zit thuis, want die is van haar paard gevallen. En dan gaan we met haar paard gaan we daarheen. Maar daar vertel ik dan even meer over. Maar eerst gaan we even de sketch opnemen. Bye! Waar gaan we heen? Naar het bos! Yay! En Gerrit is mee. Joost is Gerrit. Het paard van Lotte. Hoi Gerrit. Auw!
Oké, dat is dus heel raar, jongens. Waarom? We gaan avontuur in het bos. En we gaan naar Deb. Schouderbinnenwaarts. Oh, wat mooi, Schouderbinnenwaarts. En we gaan zo het bosje in. Het enge, zwarte bos. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Gerry Doedens. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care about the music. You got my attention. So you wee! Dat is zo leuk. Ja, doe het! Ja! Wow! Actie! Je vindt het toch op YouTube! Wow! Goed zo, guys! Dat was zo goed! Zo enthousiast ook ineens. Kijk een keer, gewoon drie... Oeh, ik dacht dat het een vlieg was. Gewoon drie bomen tegelijk afgeschermd voor eikenprocessierupsen. Hier ook twee aan elkaar. Jongens, die eikenprocessierupsen nemen nog de wereld over, dat weet ik zeker. Voor de mensen op de manege zitten van het Hulsbeek. Hier zijn ponies van het Hulsbeek. Mensen met een paard die het leuk vinden om te springen, maar die het zelf niet durven. Oké, ja. Ja, precies zoals ik, weet je wel? Wist je nog met Bicool gisteren? Ja. Geen fout. Elke weet wel wat er is gebeurd. iFilm, is je filming? It's gonna be Lotte. Jumping. Ah! Wauw, dat is al de derde keer dat we die andere paarden erin zijn gekomen. Nee. Ik ga stuk. Ik spring bijna op. We zijn weer terug op stal en kijk eens wie hier staat. Aan het bijkomen van zijn tandartsavontuur, Maxi! Nou, en Gerrit is ook helemaal gelukkig, want die heeft kunnen crossen in het bos. En dan gaan we zo meteen richting Susanne. Ja. Nou, ik had jullie beloofd nog even te vertellen waarom we naar Susanne gaan. Want Susanne is dus van haar paard afgevallen, die staat dus bij ons op stal. En Lotte en ik hebben die de afgelopen dagen een beetje stal uitgemest en zo. En Lotte heeft haar netjes verzorgd. Dus we gaan even langs Susanne, ze woont hier om de hoek, dus we kunnen zo heen lopen. Maar verwacht niet dat ik daar heel veel ga filmen, vanwege privacy en zo, dat is misschien begrijpelijk. En ja, it's geit en bosgeit. Oh no, Max is gonna have a drinkie. We staan in verte, zijn dus van die babygeitjes. En daar staat zo'n groep met manegepaden. Oh, Finesse! Maar die paarden gaan op hol van die geitjes. Max vindt dat ook eng hoor. Kijk al die kleine baby geitjes staan. Oh, en Finesse. Finesse vindt het een beetje eng. We zijn bij baasje. Kijk jongens, dit zijn de koeien van mijn oostage. Ik ga even gedag zeggen. Oh. Guys. It's the cows. Finesse is bang voor de koeien van Johan. Mooi, kijk ze op de rij dan. Maar waarom blijven die koeien niet gewoon staan, jongens? Kom op. Ik haat koeien. Nee, grapje, ik hou van koeien. Kijk nou hoe mooi die is. Ah joh, koeien, ga alsjeblieft weg. Jullie pesten nou ook gewoon. Oh, ook nog een auto. Oh jongens, wat een avontuur. Koeien! Jongens, wat een... Oh mijn god. Wat erg dit. Oh, gewoon drie auto's ook nog gewoon. Jongens, wat een feest. Och ja. Jongens, jongens, jongens. God, die koeien. Oh mijn god. Ik schaam me gewoon dood voor de koeien. Even kijken, ik ben Lotte kwijt. Kom maar, je kan het. Ik ben moe. Het gaat weer beter. Finesse is weer rustig. Het was even een paniekerige situatie. De koeien vloegen op hol. Er kwam ineens een holte blaffend. En er waren geitjes. En even credits naar Lotte, want Lotte heeft het heel goed gedaan. Sensatievlogger. De ene keer dat Maatje gaat vloggen. Nou, we zijn weer terug. En het was even een heel kort avontuur. Ik steek nog steeds half. We survived. We survived. En als je nou vaker vlogs wil zien van Murph,
die avonturen beleeft. Bij mij gaat alles fout, hè, vloggen. Altijd. Ja. Maar in ieder geval, laat dan even een duimpje en een leuke reactie onder. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!